mensen, bij een nieuwe review op de PvdK. We zijn vandaag weer eens een keer in België en wel in Hasselt. En bijzonder dit jaar aan de lijst in Hasselt is dat mijn nummer 3, 2 en 1 van België qua lievelingsattracties hier gewoon op de kermis staan. Nou, dat wordt niks anders als genieten en ik laat je heel de kermis zien in de review. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en het is lekker weer vandaag, mensen. Heerlijk. Ja, mensen, het is vandaag namelijk 82 graden. Dat is niet normaal. Oh, wilde muis van Bufkens hier op de kermis in Hasselt. Ja, Kelvin zat namelijk te klagen, want je zegt ook niet hoe warm het is. Dus daarom verzon ik maar 82 graden. Vanuit Roosendaal komen de Tobokan. Seulement décembre, quand la piste libre. Pas naar beneden glijden als de piste vrij is. XXL van Dotremont. En hier dus in beweging, mensen, de XXL van Dotremont. Gebaar bij KNG in Nederland. En we gaan natuurlijk ook tegen in Luxemburg. Is vanuit daar direct hier naartoe gereden. Maar ja, er zat nog een paar weken tussen de kermissen. Dat is het nadeel van België. Je hebt hier weinig kermissen die je eventjes een weekje ertussen kan proppen. Omdat de kermissen hier allemaal super lang duren. En daarom heeft Dortmund dus een tijdje stil moeten staan. Maar nu dus gelukkig hier in Hasselt aan het draaien. Simulator. Je moet een brilletje op hebben, dat is wel heel belangrijk. Want anders kan het nou niet 7D. Een Big Apple en de enige Luxemburger die hier staat in Hasselt. Doet elk jaar Hasselt, maar het gekke is dat ik in Luxemburg ben geweest, de Luxemburgstad, naar de kermis, en dat deze daar niet stond. Terwijl ik dat toch wel had verwacht als er nou echt een Luxemburger is. Een hoekje met wat spelkramen en daar Terror Factory, grootste spookhuis van België, denk ik. Ah, mooi is dat allemaal, hè. Zie Sturmbaan van Leides, ook altijd vaste gast hier in Hasselt. Hoort eigenlijk een beetje bij de inboedel, maar er is ook veel A-kermis in België. België heeft namelijk A-kermissen waar alle A-attracties naartoe gaan. Maar je hebt ook B-kermissen, daar staan wat minder A-attracties. En je hebt ook attracties te kiezen dan voor een halve A-route en een halve B-route. Omdat er in de B-route zitten ook gewoon hele goede kermissen. Maar deze kies puur voor de A-kermissen. Sies door een baan met ook lekkere muziek hoor. Nederlandse ala muziek. Robben en Kjell, mededeling voor jullie. Ga wat vaker bij de Sies door een baan staan. Dan hoor je toch een beetje die Nederlandse stijl hier terug. Ik weet dat jullie er niet van houden, maar puur om te pesten, ga ze poten staan bij de Sisterenbaan. Hé, mensen, we gaan de top 3 in. En zoals het op de radio altijd ook is bij de top 3 van de top 40. Dat is het zo nog wel aftellen van 3 naar 1. En toevallig kan het op deze keer dus ook. Ik zou zeggen, we gaan beginnen met de top 3. Ik heb heel lang moeten twijfelen van wat is nou mijn top 3 van Belgische kermisattracties. Ik heb het heel lang gehad dat ik Decadence echt super goed vond. Maar die top 3 is enorm veranderd sinds ruim een jaar. Op nummer 3, naar mijn persoonlijke mening, namelijk deze attractie. De Shaker van Tantilo Sepiri. Ja, gewoon de show hier. En dan het ruwe van de rit. Ja, dat vind ik prachtig bij deze zaak. En daarbij ziet deze zaak er ook heel goed uit ook. En er wordt ook veel energie in gestoken om de zaak er mooi uit te laten zien. En dat ook te blijven laten zien. Oh.
En dan nog maar te zwijgen over de special effecten hier. Vlamwerpers, rookmachines en ook de moving heads achterin en de speciale verlichting. Ik weet alleen niet hoe die heten, maar dat kan Kjell vast en zeker wel even laten weten in de reacties. En hij heeft sinds nu ook, tenminste alleen voor deze kermis, heeft hij ook CO2-kanonnen. Die heeft hij eventjes geleend van zijn vader, want die reist namelijk met Crazy Dance. Gelijk komen we bij nummer 2 aan, de tiki-taki-raki-taki-taki-taki-taki-taki party van Simon. Ja, hij is bij mij gewoon de nummer 2. Echt een fantastische zaak is dat. En dan nog eens het toeval dat hij naast de nummer 3 staat ook. Helaas, alleen de nummer 1 staat er niet naast. Dus dan moeten jullie nog even voor blijven kijken naar deze review. Willen jullie erachter komen wat er mijn nummer 1 van België is. Maar dit is echt, ja, uniek hè. 3, 2 en 1 op één kermis, mensen. Dat is toch prachtig. Hij lijkt misschien een beetje tam door het thema en door wat je van buiten ziet. Maar hey, dat is hij zeker niet. Het is gewoon echt een thrill ride to the max. En jingle zal ik me niks over zeggen misschien, want dan verraad ik misschien een heleboel van de inhoud van deze review. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja, ik wil nog zeggen dat volgens mij, als ik het goed heb, is deze ook vorig jaar hier première gegaan in Hasselt voor België dan. Want daarvoor stond hij in Luxemburg en daar is hij onder Simon in première gegaan. Nou mensen, vanavond maar eens even instappen. Ook in de shaker trouwens. En dan neem ik deel uit van het feestteam. Naast de Tiki Party, dus niet de nummer 1. Maar de Air Max van Dottermand. Ook eigenlijk altijd vaste gast hier in Hasselt. En voor 5 euro kan je erin. Overigens is bijna alles 5 euro hier in Hasselt. Lekker jumpen. Hij is gebouwd bij BN Performance. Right, daar is hij gebouwd. En hij reist nu al een tijdje over de Belgische kermis. Het was ook de eerste smashing jumper die in België ging reizen. KDK Dance, dubbel op die, dubbel op die, oh yeah. Ja, dat is de attractie waar we nu voor staan en tenminste opstaan. En we staan dronken natuurlijk. Een van de weinige husbreakdancers in België nog over. Want die van Simon is natuurlijk verdwenen. En dan hebben ze alleen nog die oude breakdance van Lauwers, die nu van de Beek is. Of van Beek volgens mij. En dan deze nog, de Decadence. Ja, reis de discotheek hier in België. Als Wim de Freestyle. Er kook altijd wel hier in Hasselt. Villa Chaos. Van een middelmaat funhouse naar een mooi funhouse. Want nu ook nieuw, mensen. Een XXL voorbouw met water en veel water trouwens. Ja, ja, veel water. En allemaal parcouren. Ziet er zeer goed uit. Echt prachtig. En zo is dit een van de mooiste funhouses van België geworden. En dat vind ik wel vet om te zien hoor. Ja, het is toch een mooi ding zo. Thank you.
de beste show, denk ik wel. De Maximum bedoelen. Zit heel kort op vol gas. Maar daardoor zijn de ritten wel heel variabel. Scooter die storing lijkt te hebben of zoiets. Maar in ieder geval niks te bekennen op de baan. Een volgende buggybaan en de Dragon naast elkaar. En dan een stukje verder, dat is helemaal niet zo heel ver weg. Daar zie je als goed is nog vlaggen staan, die blauwe vlaggen daar. Dat is de Elliot. Bijna gelijkwaardige baan, tenminste die is gewoon hetzelfde, alleen anders aangekleed. En dan zo kort op elkaar. Ja, dat kan ik niet begrijpen en dat is puur weer Belgisch. Dat zal je in Nederland niet zo heel gauw zien. We moesten de G-Force van wie is die ook alweer? Goeie vraag, kom ik zo meteen op terug. Ik ben dan vergeten van Jansen natuurlijk en hij is 30 meter hoog, gebouwd bij Fabri en Simply the Best baby. Hier dus die Elliot, vrij kort op de Dragon, dus te kort. Naar mijn mening. En hier... Funhouse 2. Beach Party. Ook een van de mooiere funhouses van België. Sterker nog, een van de nieuwste ook. Gebouw bij Ecclebo, maar kijk die uitstraling is. Toevallig van Roels, ook weer van de partij. En de Eclipse Virtual Reality. En Asia, waar we vorig jaar de kermis e-test opnamen. Boot bij Mondial in Nederland. Heerenveen. En dit is de Capriolo. Capriolo 8, want later is de Capriolo 10 ook nog gekomen. En dat, er kunnen 10 personen in, maar die kan ook draaien met de gondel. En deze kan alleen maar shaken met de gondel en dus ook over de kop gaan. We komen weer tegen de King Kong, de Belgische kraam van Dortmund. En die kwamen natuurlijk in Luxemburg ook al tegen. Maar hij heeft toch wel een Duits tintje, deze kraam. Speedsurf als snelheidsmolen hier in Hasselt. Eigenlijk ook altijd, ja mensen. Heel veel staat hier gewoon elk jaar weer opnieuw. Maar ik mis iets in de uitstraling bij deze zaak. Iets wat daar aanhangt ofzo. Ik vind hem niet echt heel mooi afgewerkt. Oh, rook! En we zijn aangekomen bij die nummer 1 mensen. Bij de Movie 32 van Herk. Eigenlijk geen geheim meer, denk ik, voor iedereen die zit te kijken. Want ik heb er ook nooit geen geheim over gemaakt. En dus is de top 3 compleet hier in de review. Dus nog even de herhaling. Nummer 3 is de Shaker van de Tilo Superior. Nummer 2 de Tiki Party. En de absolute nummer 1, Move It 32 van Herk. Deze attractie, daar krijg ik een zo lekker gevoel van. En alleen maar als ik er al bij sta, krijg ik het al. Ja, dit is gewoon geweldig. Dit is voor mij hetzelfde als wat chaos in Nederland is. Dat speciale gevoel en dan is het nog eens een hartverwarmende exploitant. Ook tenminste, heel de familie. Ja, dat is helemaal mooi als je er ook nog eens een keer goed opvangen wordt. Wat een topzaak! Heerlijk! I love Move It, mensen. Dus stap met z'n allen in. In de nummer 1 van België. This is number 1. Yes. Wat een zaak. Wat een fantastische zaak. En vanavond wel leuk. Live DJ hier bij de Movie 32. Trustelatie erbij. Kijk, daar staat het allemaal. En de hoeverlichting erbij. Wordt een feestje en wordt genieten vanavond hier bij de Movie 32. Kelvin en ik zitten een beetje te babbelen. Ik denk dat Kelvin er best wel veel verstand van heeft. Overigens gaat hij de volgende review doen hier op dit kanaal. Maar kijk, hier is het nou niet echt heel druk. En wij zaten een beetje te denken, hoe zou dat nou komen, hè? Ik denk, en wij denken, wij zaten zo'n beetje te praten. Kijk, als ze nou die kramen doorzetten. Want die kramen stoppen dan. Je ziet ook dat de mensen daar
die twijfelen en die denken, weet je, ga ik door of ga ik niet door? En de meeste mensen draaien dus gewoon om, hè, en die denken, ja, och ja, dat laatste, die laatste paar attracties. Maar als nou dit stuk, hè, dit stuk ook gewoon vol zitten met kramen tot het eind, en desnoods daar nog een of andere grootvermaakzaak, een kleintje, dan denk ik dat de mensen veel verder doorlopen als wat het nu is. Want ja, de meeste mensen draaien echt gewoon om. En daar snap ik de ballen niet van. Want er staan hier nog gewoon drie goede grootvermaakzaken. Rock'n'roll! Lekker een beetje muziek. Ik had hem in Brugge nog gedaan. Samen met Benoit en Toe Vincent nog. Maar hij is echt beter als dat je denkt. Dus ik zou zeggen, stap gewoon een keertje in. Dan kan je het zelf ook voelen. Heerlijk, lekker remmetjes los. Ja, en uiteraard sluiten wij af bij de beste attractie van België en dus ook van Hasselt. De beste show gaat ook uit naar de Movie 32. Al zou ik zeggen, zeker doet ook wat in de show. En Dekenes natuurlijk ook wel, maar toch gaat de Movie 32 als beste show. En het was weer een mooie kermis hier. En omdat mij mijn top 3 hier staat hier in Hasselt, krijgt deze kermis een 9,5 als eindcijfer. En bedankt voor het kijken mensen. Tot de volgende video hier op de PDK. Ik zou zeggen, laat je lekker likken en tot de volgende video. En die gaat Kelvin presteren in weer. Heerlijk!